Dag iedereen en welkom bij de les over de comparator. Comparator wordt gebruikt voor het vergelijken van twee signalen. In dit geval maken we geen gebruik van terugkoppeling en maken we dus enkel gebruik van de open lusversterking. De op-amp zal dus enkel zijn positieve en negatieve voedingsspanning gaan uitsturen. Aan de positieve ingang gaan we het signaal hangen, bijvoorbeeld een sinusgolf. En een negatieve ingang hangen we in dit geval onze ground, dus onze nul. Nu, indien het signaal dat we aan de ingang hebben, indien dat groter is dan 0 volt, zal de op-amp als uitgangsspanning zijn positieve voedingsspanning gaan uitsturen. Kleine t's. Voilà. Indien de spanning van ons signaal zich onder onze 0 volt bevindt, zal de uitgangsspanning van de op-amp gelijk zijn aan zijn negatieve ingangsspanning. Dus in dit geval vergelijken we een signaal met een spanning van 0 volt. Dan kunnen we zeggen dat we eigenlijk aan nul detectie doen. Wij detecteren of een signaal groter of kleiner is dan 0 volt. Nu, we kunnen ook doen aan niet nul detectie. Bijvoorbeeld in het geval van niet nul detectie. Kunnen we bijvoorbeeld in plaats van de ground, want aan de negatieve ingang hadden we de ground hangen, kunnen we hier bijvoorbeeld een andere spanning hangen. Bijvoorbeeld instellen met een spanningsdeler. Wat we bijvoorbeeld kunnen vergelijken of een ingangssignaal groter of kleiner is dan de spanning die we met de spanningsdeler insturen. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen 2 volt of een andere bepaalde waarde. In dat geval kunnen we dus vergelijken of een signaal groter is dan die spanning die dat wij daar instellen. Dus in dit geval zal dit de uitgang zijn van onze op-amp.